Transfer deadline day in de Eredivisie. Het is jammer dat het allemaal bijna voorbij is in Nederland. Maar gelukkig hebben we morgen nog wel ook de transfer deadline day in de rest van Europa. We hebben heel veel transfers om te bespreken vandaag. Er is echt enorm veel gaande. Dus de komende paar dagen, ook na de transfer deadline day, zal ik nog wel een aantal transfer video's maken. Morgen ook weer één. En als je nog een transfer van gisteren gemist hebt, check die dan meteen ook even. Wij gaan in ieder geval snel beginnen. Hopelijk heb je er zin in. En abonneer nou even op Twinity als je dat niet gedaan hebt. We zitten bijna op 105.000 abonnees. En ik zou het enorm waarderen dat als je kijkt, dat je dan even zou willen abonneren. Want heel veel mensen die kijken hebben dat namelijk nog niet gedaan. En zoals ik net al zei, is het natuurlijk Transfer Deadline Day. En dat valt ook te merken op Sorare. Heb je nog geen Sorare account? Doe het dan even aanmaken via de link boven in de beschrijving. Je merkt bijvoorbeeld bij een Grealish die ook in deze video zit, dat hij van 40 al bijna €70 is gegaan omdat hij een transfer gaat maken. Kijk naar Amin Nunes, die van €6 naar bijna €30 gaat. Maar het kan ook de hele andere kant op gaan, zoals bij Ocampos, die van 14 naar 100 en nu weer terug naar €30 is gegaan. In ieder geval, als je nog een Sorare hebt, download het dan even via de link dus in de beschrijving. Want als je dat via de link doet en je wint 5 kaarten via de New Cards Auctions, dan zijn ze meestal het goedkoopste. Dan krijg jij een gratis limited kaart uit een top 5 competitie. Die kan meteen €50 waard zijn, 30, 20, 10, het kan alles verschillen. En die kan je direct doorverkopen, waardoor je een boost krijgt op je club. Dat krijg je niet als je het niet via de link in de beschrijving doet. Dus doe het vooral. En misschien kan jij nog wel wat zieke kaarten winnen, want ik heb deze week mijn eerste rare kaart gewonnen. En die video kan je morgen zien op mijn tweede kanaal. Maar nu ook een i'tje ergens van een beeld staat. Dus klik dan ook. We beginnen ook de video van vandaag weer met Ocampos. Vanochtend kwam namelijk het nieuws naar buiten dat de raad van commissarissen, het bod van Ajax dat boven de 20 miljoen lag, waarschijnlijk rond de 23 miljoen, niet had goedgekeurd. En dus dat de transfer daardoor niet door kon gaan. Terwijl Ocampos wel al waarschijnlijk in Nederland zou zitten. Dat betekent het eigenlijk gewoon dat ze er niet uit zijn. Huntelaar is weer in gesprek gegaan met de Raad van Commissarissen. En daarna komt Sevilla weer met een tegenbod. En ze zijn met 8 miljoen ongeveer omlaag gegaan. Ze boden namelijk 15 miljoen. Nou, ook die aanbieding is vandaag weer afgewezen door de Raad van Commissarissen. En dus lijkt het zo te zijn dat Ocampos toch niet naar Ajax gaat. Terwijl het eigenlijk tussen clubspeler en club, zeg maar, Ajax, Sevilla en Ocampos Ajax, allemaal rond was. Dit hebben we nog niet heel vaak meegemaakt op deze manier. Wat Ajax nu gaat doen, dat is maar de vraag. Wat Ocampos nu gaat doen, ja, ik vraag me af. Ik denk of dat Sevilla nog lager moet gaan, dat Ajax het dan weer zal gaan herzien, of ze zullen moeten huren voor een jaar, dat de Raad van Commissarissen het dan wel goed zouden vinden. En aan de ene kant snap ik het ook wel als je kijkt hoeveel geld Ajax al heeft uitgegeven. Ze blijven wel een beetje realistisch. Dus alleen apart dat ze een aanbieding van 15 miljoen ook niet accepteren. Terwijl het maar wel een redelijke prijs, een hele redelijke prijs eigenlijk lijkt voor Ocampos. Misschien komt er nog wat nieuws over vanavond in de laatste paar uren. Want Ajax blijft geïnteresseerd en Ajax zal nog altijd een gesprek gaan met de commissarissen. Maar dan moeten we afwachten. Ajax is doorgeschakeld naar Hakim Ziyech. Het leek wel alsof een bewuste move voor Chelsea om Ziyech in de basis te laten starten in de vorige wedstrijd van Chelsea. Om hem nog één keer in als een paradepaadje op te stellen. En nu misschien dan toch die transfer naar Ajax te maken. Ajax heeft opnieuw contact opgenomen met Chelsea en met Ziyech. Nadat Ocampos dus waarschijnlijk in het water is gevallen. We weten alleen nu nog niet om wat voor een deal het zou gaan. Hoeveel geld het zou betreffen. Of het een huurtransfer is of een kooptransfer is. Dus ook dit zou nog kunnen. Interessant. Amin Nunes is vanaf volgend jaar terug te bewonderen in de Eredivisie. Leuk. Hij gaat naar FC Utrecht toe. En waar eerst bij FC Utrecht toch wel een beetje als probleem werd ondervonden. Dat Bas Dos, zeg maar, de centrumspits was. Die niet, helemaal geen voeding kon krijgen van de flanken af, zeg maar. Want er was geen enkele goede vleugelspeler die voorzetten kon geven. Hebben ze dat probleem onder andere nu met Nunes wel een beetje opgelost. Hij wordt gehuurd. En leuk dat wij hem terug kunnen gaan zien in de Eredivisie vanaf volgend jaar. Pierre-Emerick Aubameyang. Ook bij hem wordt de transfer iets lastiger dan verwacht. Omdat hij een gewapende overval had. Wat super kut is. Wat je super vaak, of wel vaker hoort de afgelopen tijd bij voetballers. Hij wil die transfer zelf nog altijd maken. Dat weten we. Alleen hij heeft momenteel een kaakbreuk. En ik denk dat je daardoor misschien zelfs ook wel niet mag vliegen. Er zijn in ieder geval problemen nu. Omdat hij een kaakbreuk heeft. Dat klinkt heel stom.
Maar, en daarom wordt er nu ook gesproken over misschien een huurtransfer te doen. Omdat er anders misschien niet meer genoeg tijd is om contracten rond te maken en die transfer helemaal te gaan afronden. Ze zijn eigenlijk al veel te lang aan het kloten over details, zoals ze al lang weten dat deze transfer rondgemaakt kan worden. Ik denk nog altijd dat Aubameyang morgen naar Chelsea zal gaan. En het is alleen maar de vraag in welke constructie, maar zullen we je morgen van op de hoogte houden. Cody Gakpo. Ja. En we brachten hem in de vorige video ook al gisteren dat hij misschien naar Southampton ging. Gisteren, toen hij het maakte in de middag, leek dat nog echt een gerucht, zeg maar. Gisteren toen de video online kwam, kwamen heel veel grote posts van Nederlandse en buitenlandse media online. Dat het echt wel concreet was. En ook dat PSV de aanbieding had afgewezen. Vandaag hebben we meer informatie van onder andere Fabrizio Romano. Dat Leeds United, als Daniel James verkocht zou worden... Of weg zou gaan, ook heel erg concreet geïnteresseerd gaat zijn in Gakpo. PSV gaat dus niet minder dan 50 miljoen accepteren. Ik denk dat ze 50 miljoen wel zullen accepteren, al is het een ploeg als Southampton, wat raar is. Dan zou ik eigenlijk in Gakpo zeggen, blijf bij PSV, kan je Europa League spelen, want dat ga je bij Southampton of bij Leeds United nooit kunnen doen. Maar ook bij PSV wordt het nog een hele spannende dag vanavond en ik weet niet... Of PSV er morgen nog aan mee gaat werken om een nieuwe aanvaller te halen. Want ja, als ze morgen Gakpo kwijtraken, dan kunnen ze er niks meer voor terughalen. Over terughalen gesproken, PSV is wel geïnteresseerd in een aanvaller die momenteel speelt bij Dynamo Kiev. Een Oekraïense speler. Moeilijke naam. Maar het zou kunnen dat hij nog komt. Als daar meer voor bekend is, zal die morgen in de transfervideo zitten. Akanji van Dortmund naar Manchester City. Een beetje een aparte transfer. Een bedrag van iets meer dan 17 miljoen euro. Hij gaat wel gebeuren. Maar, ja, hij gaat hij spelen? Nee, het was een redelijk talent bij Dortmund, waar hij ook niet echt enorm is doorgebroken. En dat Dortmund hem voor dit bedrag laat gaan vertellen natuurlijk ook al wat over de speler. Maar, ja, ik ben benieuwd wat hij bij City gaat laten zien. Ik verwacht eigenlijk bijna helemaal niks. De transfer is er niet helemaal rond, maar Akanji staat er wel wel in tegenover. Dus ik denk dat hij wel rondgemaakt gaat worden. Kluivert, ook een transfersoap is dit hoor. Gisteravond dachten mensen nog dat hij vandaag zijn contract bij Fulham ging tekenen. Het was eigenlijk zo goed als zeker. Tot een paar uur geleden. Toen werd ineens bekendgemaakt dat de transfer volledig van tafel was. Een bedrag van rond de 9,5, laten we het afronden, naar 10 miljoen euro zou er voor Kluivert betaald gaan worden. En hij zou bij de ploeg in de Premier League komen te spelen. Nu lijkt Fulham dus niet te gaan voor Kluivert. Ze gaan nu waarschijnlijk wel voor Willian. Ik denk niet dat dat, zeg maar, Willian was ook al een paar dagen in beeld, dus het is geen, ja, vervanging, zeg maar, van Kluivert. Willian is een gratis speler, komt naar Brazilië terug, naar Europa. Kluivert was gewoon een extra aanvaller die ze wilden hebben. En voor mij is het op het moment dat ik dit opneem nog niet helemaal duidelijk precies waarom die transfer is afgeketst. Alleen zo kan het natuurlijk ook gaan. En wij hebben al een paar keer gehoord dat Ajax, ja, dat Kluivert op een shortlist stond, maar niet concreet. Misschien nu deze transfer naar het water is gevallen dat Ajax nog wel even komt aankloppen. Misschien dat ze hem op de laatste dag van de transfermarkt van minder dan 10 miljoen euro kunnen kopen van AS Roma. En dan zou dat misschien nog wel een optie kunnen zijn. Strand Larsen gaat toch weg bij Groningen. Het is beter jongens. Alle Groningen fans zullen getreurd zijn, maar Celta de Vigo heeft al wekenlang interesse. En Strand Larsen wil zelf ook graag weg. En dan... Ja, weet je, het is gewoon lullig om een speler bij je ploeg te laten houden. Hetzelfde een beetje als Anthony, terwijl hij echt graag weg wil. En Strand Larsen vooral, want hij heeft echt al wekenlang die intentie uitgesproken tegenover Marc-Jan Flederis en de hele clubleiding. En ik denk dat Groningen heel blij mag zijn voor het bedrag wat ze krijgen. Het is de duurste transfer van Groningen ooit, uitgaande transfer als het goed is. Ze krijgen 11 miljoen euro plus nog bonussen. En tegenwoordig... kunnen bonussen echt wel hoog oplopen. En ik geloof dat het ook geen hele kleine bonussen zijn in totaal. Misschien kan het wel oplopen tot 15 miljoen euro. Misschien 13 miljoen. Laten we optimistisch zijn en hopen dat het voor Groningen tot 15 miljoen euro kan oplopen. Maar ik denk ietsjes minder. Maar nog altijd, het is heel veel geld. En Groningen schakelt meteen door. Want ze hebben nu geld. En ze moeten natuurlijk een opvolger vinden. Want naast dat Strand Larsen weggaat, wordt Postema ook aanvaller van Groningen. Uitgeleend waarschijnlijk vandaag of morgen aan Roda. En dus gaat Groningen voor Peppi. Aanvaller van Augsburg kwam voor 20 miljoen over van FC Dallas naar Augsburg vorig seizoen. En heeft daar nog geen enkel doelpunt gemaakt. Maakt weinig indruk. Mensen zeggen dat hij heimwee heeft. Dat hij daarom niet goed speelt bij Augsburg.
het is wel een grote naam qua talent dat Groningen binnenhaalt. Begrijp me niet verkeerd, alleen het is wel... Ja, weet je, hij heeft het nog niet in Europa laten zien. Dus ik hoop voor Groningen dat hij het niveau van Strand Larsen, dat hij daarbij in de buurt kan komen. Alleen, een nieuwe Strand Larsen binnenhalen, ja, dat wist je vanaf de voorhand al. Dat gaat enorm lastig. En ik snap dat ze voor deze speler gaan. Dit is normaal zijn grote naam. En het is leuk als hij in de Eredivisie komt te spelen. Grilic van Hoffenheim naar Feyenoord of Ajax? Het wordt Ajax. En dat zie je best vaak de afgelopen jaren. Als beide ploegen geïnteresseerd zijn dat spelers naar Ajax gaan. Alleen in het geval van Grilic had je misschien wel een stuk meer perspectief op speeltijd bij Feyenoord, lijkt mij. Grilic is een interessante speler. Ik ken hem nog niet echt goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij was op dit moment dat hij nu naar Ajax toe gaat, dan is het de speler met de hoogste transferwaarde die nog geen club heeft. En dat zegt wel wat. Hij is 27, speelt zijn internationals bij Oostenrijk. Ja, ik denk dat het gewoon een prima speler is. Bij Hoffenheim niet echt uit de verf gekomen door blessure. En ja, het kwam er eigenlijk gewoon niet van. Maar voor Ajax een prima opvulling van de selectie. Alleen ik denk dat hij bij Feyenoord gewoon in de basis had gestaan. Dus ik vind het jammer dat hij naar Ajax gaat wat dat betreft. Vandaag plaatste Voetbal International ook een bericht, een definitief bericht over Frenkie de Jong. Mensen hadden misschien ook wel wat transfergeweld gehoopt, verwacht en gewild op de transfer deadline day rondom Frenkie de Jong. Een transfer naar Chelsea, een transfer naar Manchester United. Dat was toch wel wat de meeste van jullie, of in ieder geval ik, misschien wel graag had gezien. Maar het gaat niet meer gebeuren. Frenkie heeft zijn zin gekregen en blijft... Tenminste, sowieso tot en met de winter bij Barcelona. Hoe het daarna gaat, zullen we allemaal wel zien. Ik denk dat deze wintertransferperiode echt krankzinnig gaat worden. Omdat het WK dan ook voor is. En spelers die daar goed presteren, die kunnen misschien daarna direct een transfer maken. Waar we dat eerst in de zomer na het WK heel erg zagen. Dus misschien kan Frenkie daar wel zijn voordeel mee pakken. Maar hij wil zelf niet weg, dus het is goed zo. Hopelijk krijgt hij wel echt zijn basisplek terug. Bij de eerste drie wedstrijden speelde hij 1 keer als basisspeler. 2 keer als invaller. Het blijft echt een transfer zo. Misschien wel de grootste van deze zomer. Maar hij blijft dus bij Barcelona. Dolberg gaat weg bij Nice en wordt naar Sevilla uitgeleend. Sevilla was ook geïnteresseerd in Sadiq, heet hij geloof ik. Wilden ze ook halen, alleen die gaat nu naar Real Sociedad toe als opvolger van Isaac voor een bedrag van 25 miljoen euro. Zit niet in deze video, maar Dolberg wordt als een nieuwe spits van Sevilla voor het aankomende seizoen. Ze zochten nog een aanvaller en ik denk dat Dolberg daar prima minuten kan maken. Leuke overstap voor hem, speelt dan toch al bij een aantal leuke clubs in zijn carrière. En ik hoop dat hij bij Sevilla dit goed gaat doen. We blijven bij Nice, want ook Stengs wordt uitgeleend bij de Franse grootmacht. Hij gaat namelijk naar Antwerpen toe, die echt sinds dat ze Mark Overmars hebben gehaald, de controversiële Mark Overmars natuurlijk, het wel echt heel erg goed doen op de transfermarkt. Wat we eigenlijk ook sinds dat Overmars bij Ajax was, dat ook zagen. En ja, het is gewoon jammer dat hij bij Ajax weg is wat dat betreft natuurlijk, maar het moest, hè, super logisch. Antwerpen, Stengs, daar zal hij gaan spelen. Dat is een betere ploeg voor hem om zijn ontwikkeling door te maken. En hij wordt daar naartoe een jaar uitgeleend. Supergoed. En Kudus is de volgende van de video. We hebben zo ongelooflijk veel transfers. Ik probeer er ook echt snel doorheen te gaan. Anders wordt de video veel te lang. Nou, eigenlijk moet ik een scheiding hebben. Dat maakt helemaal niet uit. En dit vind ik wel apart. Hier wil ik wel even goed over praten. Want Kudus ontbreekt bij de training. Weigerde mee te trainen. Omdat hij op die manier een vertrek wil forceren. En... ik vind dat toch zo'n raar gedrag in de voetballerij. Dat we ook al zagen bij Anthony. Je voelt jezelf eigenlijk gewoon belangrijker dan de club als je dit doet. Waarom kan je uit het niks zeggen, ik train niet meer mee, want ik wil weg. Dat heeft een Strand Larsen ook niet gedaan. Die heeft ook gewoon meegespeeld terwijl hij al wekenlang ontevreden was. En zo hoort het ook gewoon. Je staat onder contract. Als je in een normale bedrijf zegt van ik wil daar werken. En je zegt ik wil naar een ander bedrijf toe. Dan ga je ook niet thuis op je bank zitten en dan krijg je... ook niet gewoon normaal doorbetaald. Ik vind het raar dat dit gebeurt. En ik hoop dat Ajax, vooral bij het geval van Kudus, gewoon stand houdt en er bij de ploeg houdt. Want ik begrijp dat Ajax Kudus wil houden. Het is alleen wel lastig voor Kudus. En dat snap ik ook. Het is een enorm talent. En veel Ajax supporters willen hem graag minuten zien maken. In de voorbereiding deed hij het heel erg goed. Alleen, ja, een uitleenbeurt zou helemaal niet verkeerd zijn. En Everton
willen misschien lenen, maar ik geloof dat zij een optie tot koop erbij willen hebben. Dus ik snap dat ze dat niet willen doen. En ik snap ook dat Ajax met het drukke programma dat ze hebben, beroep wil kunnen doen op Kudus. Want je hebt hem misschien soms nodig. Alleen nu komt ook nog Grealish op het middenveld, terwijl Taylor normaal gesproken speelt. Daarachter speelt Alvarez, dat is ook niet de positie van Kudus. Tadić speelt nu meer op het middenveld. En als er nog een aanvaller komt, speelt ook Berghuis weer achter Tadić op het middenveld waarschijnlijk. Of als nummer 2 keuze. Dus Kudus maakt geen kans. Dus aan de andere kant begrijp ik dat Kudus weg wil. Alleen, ja, het is een rare situatie wat er bij Ajax rondspeelt. Hoeveel spelers ze hebben die eigenlijk een basisplek verdienen. En dan Joshua Zirkzee, die gaat weg bij Bayern München. Die gaat naar Bologna toe. Een bedrag van iets meer dan 8 miljoen euro wordt voor hem betaald. En voor Zirkzee is het wel een beetje verlossend. Want ja, waar hij eerst minuten maakte, dat soms bij Bayern soms een goede indruk maakte, kan hij nu weg en naar Bologna toe. Waar hij hopelijk gewoon gaat spelen. Het zou leuk zijn als we eindelijk eens iets gaan zien van Zirkzee. Bij hem vind ik één ding wel raar en opvallend. Dat wil ik wel even zeggen nog. Ik geloof dat we een maand geleden of zo al over hem gesproken hadden. En toen een prijskaartje van meer dan 20 tot 25 miljoen euro op hem hadden gezet. Nu was het vorige week PSV die interesse toonde. Toen was het 15 miljoen euro. En het lijkt wel een klein beetje alsof een Bayer uit wanhoop. En ze dachten van ja, we willen hem kwijt. Hem toch gewoon verkocht heeft. En uiteindelijk dus maar iets meer dan 8 miljoen euro voor hem vangt. Waar ze eerst veel meer verwacht hadden. Dus dat is wel matig. Maar goed, heel veel transfers, dat was het voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Klik op de link in de beschrijving en speel sorry. Vergeet dat vooral niet. En hoop ik jou terug te zien bij de video van morgen op de volgende Transfer Deadline Day. Jongens, de wallen.